En denk je dat je het wordt of dat je het bent? Nee, dat kies je. Dat kies je zeker, want in je genen is het zo vastgezet dat een man een vrouw aantrekkelijk moet vinden voor voorplanting. Want dat is het doel van het leven uiteindelijk, van de meeste organismen. Het is echt helemaal niet logisch. Je kan niet kiezen. Ik vind dat echt zo'n onzin. Jij gelooft nog steeds dat het een keuze is om homo te zijn? Ja. Ik vertelde net al dat ik getrouwd ben geweest. Ik ben ook nog een keer getrouwd. Ik ben nu voor de tweede keer getrouwd. Met een vrouw. Met een vrouw, ja. Inderdaad. Oh. Dat weet je. Ja. En was de eerste keer dan met een man? Nee, het was ook met een vrouw. Oh, dus daar lag het niet. Ja, ik dacht, ik werd gezegd tweede keer met een vrouw. Dus ik dacht... Ja, ik ben twee keer getrouwd met een vrouw. Met een andere vrouw, hè? Ja. En ik heb dus met... maar ik wist dat nog niet zo zeker toen ik jullie leeftijd had. Ik denk dat ik toen heel graag had willen zien dat ik nu zei, ik ben getrouwd met een vrouw en bla, 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 bla. En... ik vraag me af, ik weet niet of het een onderwerp is. Zijn er mensen die twijfelen over hun geaardheid überhaupt? Jette? Ja, nou, ik denk... Ja, het kan allemaal. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Nee. Dus ik zie wel. Ik zou gewoon iemand met iemand willen zijn waar ik blij van word. En waar ik, als ik diegene zie, dat ik gewoon een glimlach op mijn gezicht krijg. Dat ik... alles aan diegene kan vertellen en diegene compleet vertrouw. En dat het ook wederzijds is. Jay? Ik vind dat vooral onder de jongens mag daar echt, echt vaker over gesproken worden. Er is een reclamebord en stel dat twee vrouwen aan het zoenen zijn. Ja. Mannen vinden dat hartstikke lekker. Ja. Maar zodra je eentje hebt waar twee mannen staan te zoenen... Ja. Worden er eieren naar gegooid, tomaten, dat soort dingen. Een vriend van mij is homo. En hij is daar volgens mij 2 jaar geleden achtergekomen, zeg maar. Op een gegeven moment zag ik dus op zijn profielfoto bij WhatsApp een jongen staan. En toen begon hij uit zichzelf te vertellen van ja, ik ben dus achtergekomen omdat ik gay ben, zei hij tegen me. Maar in plaats van dat hij daar stopte, begon hij verder te praten en zei hij, ik hoop dat je nog steeds vrienden met me wil zijn. Dat was echt het moment dat ik bij mezelf dacht van, hey, geen stress. Ik ben nog steeds gewoon je vriend. Ik dacht bij mezelf van, wauw, hij zegt echt sorry tegen mij voor wie hij is. Ik ga je daar echt niet ineens om verlaten of zo. Maar misschien zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik wil ook niet twee mannen zien. Zijn er mensen die denken, nou, voor mij hoeft dat niet. Ja, vertel, Enzo. Ja, ik ben christelijk, maar mijn mening is gewoon dat het gewoon vrouw en man. Ja. Ja, dat het zo moet zijn. En wat vind je er dan van als ik vertel dat ik met een vrouw samenleef? Zolang u niet tegen me zegt, ja, jij kan beter ook proberen met een man te leven. Dat maakt me niks uit. Ja, in Hongarije vinden dat mensen dat niet echt normaal dat dat gebeurt. In het Oost-Europa is landen sowieso niet. Nee, ik kan niet met mijn vrouw over straat lopen, denk ik, in Hongarije. Met de vrouw misschien nog wel, maar met een man zouden ze echt niet tolereren. Ik zelf vind, kijk, als ik een man en een man naast elkaar in de stad zie lopen en dan gaan ze zoenen, dan ga ik niet denken bij mezelf, oh, wat een mooie paar. Ja. Ik ben dan toon ik juist meer respect voor hen dat ze zeg maar zo openbaar dat kunnen doen, terwijl het tegenwoordig niet echt wordt geaccepteerd, dan steun ik ze juist. Ik heb het een keer aan mijn moeder gevraagd of ik met een man mag thuiskomen of een jongen, want ik vroeg het me gewoon oprecht af wat mijn moeder ervan vond. En zei ja, natuurlijk zou ik het niet blij mee zijn, maar uiteindelijk, wat kan je doen? Je kan niet je kind gaan slaan en zeggen, dat mag je nooit meer doen. Kind houdt nog steeds van waar hij van houdt, dus... Mijn moeder zei gewoon, ik zou het gewoon accepteren. En gelukkig voor je zijn dat je gelukkig bent. Jette, jij zegt, het kan alle kanten op, ik weet het gewoon niet. Ja. Zou je het ene makkelijker vertellen aan vrienden dan het andere? Zou dat niet uitmaken voor jou? Nou, mijn vrienden zijn wel... die accepteren me gewoon. Maar... mijn ouders ook, maar ik denk toch dat ik het iets minder makkelijk zou vertellen. Ook al weet ik dat ze het accepteren. Ja. Maar gewoon omdat het, ja, toch anders is of zo. Ik denk dat mensen het wel fijn vinden om andere mensen een soort van in boxjes te stoppen. Want dat is helderheid. Gewoon alles een labeltje op plakken. Maar ik weet niet, ik voel me daar ook niet zo comfortabel bij. Ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen zo van, pap, mam, ik ben hetero. Het zou eigenlijk fijn zijn als een soort vast moment was dat je gewoon even moet zeggen. Ik denk dat het ongeveer zo zit. Dat kan je ook niet zeggen, want wil je het
2 jaar geleden wist ik ook nog niet dat ik bi was. En toen is dat gewoon zo gebeurd. En dat weet ik nu wel 100% zeker. En weten mensen in je omgeving weten dat ook? Mijn vrienden en zo, ja. En thuis? Ja, ik praat er nooit echt heel erg veel over met mijn ouders of zo. Dus. In mijn hoofd was er gewoon hetero en gay. Dus ik zou of op mannen of op vrouwen vallen. En dat waren de 2 soort van boxen die er waren. En toen ging ik naar Amerika en mijn gastzusje is ook bi. Een heel jaar heb ik daar een beetje mee zitten, soort van, ja, over na zitten denken. En ik dacht van, het kan wel zo zijn. Maar in mijn hoofd was ik altijd van, nee, ik ben gewoon hetero. Omdat ik dat al mijn hele leven soort van was. Mijn vader en mijn moeder zeiden, we waren op vakantie en we hadden het erover. En toen zei mijn moeder, ja, maar kijk, als mensen dan bi zijn, echt 80% daarvan trouwt toch dan wel weer een man. Dus eigenlijk zijn ze dan weer gewoon hetero. En dan zat ik echt van, dat is zo niet hoe het werkt. Nee. Christopher? Ik wil niet echt middeleeuws lijken, maar alles wat normaal gevonden wordt, die komt vaker voor dan alles wat niet normaal gevonden wordt. Uh-huh. Kijk naar bijvoorbeeld Oosterse landen, daar komt het gewoon veel minder vaak voor. Misschien omdat mensen het niet durven te zeggen. Maar misschien ook omdat het gewoon veel minder, echt minder vaak voorkomt. Maar denk je dat je het wordt of dat je het bent? Nee, dat kies je. Dat kies je zeker, want in je genen zijn, in je genen is het zo vastgezet dat een man een vrouw aantrekkelijk moet vinden voor voorplanting. Want dat is het doel van het leven uiteindelijk, van de meeste organismen. Het is echt helemaal niet logisch. Je kan niet kiezen. Ik vind dat echt zo'n onzin. Jij gelooft nog steeds dat het een keuze is om homo te zijn? Ja. Oké, dan er is een islamitische jongen. En die is opgegroeid in een familie waar homo's, dat mag gewoon niet. Dat is verboden van de islam. Je hebt geen prikkels, je hebt niks. Het is een soort van, het wordt juist omlaag gedrukt om te zeggen van, je mag gewoon geen homo zijn. Waarom zou je die keuze maken? Natuurlijk heb je wel prikkels. Je hebt altijd prikkels. En in dat geval is het niet de tolerantie, maar juist het intolerantie. Maar waarom zou je in een land... Dat ga ik nu uitleggen. Sorry. Kijk, in deze tijd van je leven, in de puberteit, ben je heel erg rebellisch. En dat komt onder andere door je hormonen. Dus als je juist tegen een bepaalde ideaal wordt gepusht, wil je die ideaal juist uitproberen. In landen waar het zo onderdrukt is dat ze zeggen, ja, als jij homoseksueel bent, dan gaan we jou vermoorden. Dan ga je niet denken als puber, haha, laat ik even rebel zijn, weet je wel. En natuurlijk wel. En vermoord worden. Maar stel dat de buitenwereld zou zeggen, alle Hongaren deugen niet. Heeft de buitenwereld dan gelijk? Ja, dat zeggen ze al. En... ze hebben ja, dat is zo? Ja, dat zeggen de meeste mensen wel. De meeste mensen zeggen heel veel dingen. Uh-huh. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk meestal niet gelijk. En, Yes! We got him. Ik wil even voor de goede orde, Christopher. Ik vind het wel te gek dat jij dit zo zegt. Want ik bedoel, er zijn heel veel plekken in de wereld waar het moeilijker is om te zeggen ik ben gay dan hetero. Maar jij bent nu de enige die dit durft te zeggen. Dat vind ik ook te gek. Want wij vinden allemaal iets anders dan jij. Laat me je iets laten zien. Heel eventjes hoor. Okay. Dit. Dat is de White House. Is 2015, als ik me niet vergis. Dit is het Witte Huis. Ja. In regenboogkleuren. In 2015. Good morning. Sprak Barack Obama over marriage equality. I know change for many of our LGBT brothers and sisters must have seemed so slow for so long. Hij zegt hier. Change for our LGBT brothers and sisters has been so slow. En het ontroert mij nu nog. Omdat ik toen dacht, er is nog nooit een wereldleider geweest die heeft gezegd dat ik zijn broeder of zuster ben. Dat is heel groot en heel belangrijk. En wat je zegt, Christopher, dat is heel goed hoor, dat je het zegt. Wat de meeste mensen vinden, zo is het. Maar als dus een paar belangrijke mensen de moed hebben om te zeggen dat het ook anders kan, zoals bijvoorbeeld jullie daarnet, dan verandert het. Het is niet statisch. Het is niet zo dat wat de meeste mensen vinden voor altijd blijft wat de meeste mensen vinden. Voor 2015... was dit niet zo, na 2015 liep ik makkelijker hand in hand in Amerika, omdat het Witte Huis in regenboogkleuren was uitgelicht. Ik begrijp sowieso gewoon niet echt hoe mensen zo erg zich kunnen stressen om anderen die niet eens een belangrijke rol spelen in hun leven. Waarom proberen andere mensen te beslissen over iemand anders leven, terwijl je er niks mee te maken hebt? Je ziet iemand op straat lopen, maar wat maakt het uit? Of die op mannen of op vrouwen valt, of op allebei, of op niks. Weet je wel, dat heeft nul impact op je leven. Dus waarom bemoeien mensen zich er zo mee? Als jij dan nooit uit de kast komt, dan denk ik wel dat jij gewoon een deel van wie je bent gewoon altijd verbergt en altijd verborgen moet houden.